Hey, Kerstin, ik ben je game. Welkom bij een nieuwe episode van Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. En ja, zoals jullie kunnen zien, zijn de mensen heel erg geïnteresseerd in de olifanten. Hoe heet het? Viewing Gallery. De Viewing Gallery staat helemaal vol, zo ongeveer. En hoeveel had ik? 1,50. Dus verdienen we wat geld mee, niet echt heel veel. Maar het is iets en het is gewoon leuk om te zien. Hier zijn ook een paar mensen, ook al is dit niet echt succesvol. Dus, zoals ik in de vorige episode heb gezegd, ben ik echt aan het zwembad werken, want het is echt een klein zwembadje waar niet zoveel te doen is. Dus ik kijk naar de doelen. We hebben voor 3 maanden meer dan 450 mensen in ons park gehad. Dus dat doel hebben we nu compleet. En nu moeten we nog, om naar het volgende niveau te gaan, moeten we 100 mensen in ons zwembad krijgen. En nu zijn er 14. Er moet dus nog veel gebeuren. Dus, laten we beginnen met een nieuw zwembad. Ook al kunnen jullie zien dat hier het terrein omhoog gaat. Dat is een beetje jammer. We hebben een nieuwe attractie. Het is een custom stal. Voor de mensen die niet weten wat het is, dat is een kraampje en dat heeft niet per se één ding wat je daar kan kopen, maar jij kan zeg maar kiezen wat mensen daar kunnen kopen. Dus je kan er zeg maar van alles kopen. En nu hebben we er eentje met een billboard. Dus dan kunnen we er een bord op zetten. Ook al is dat niet echt nodig. Voordat ik dit ga doen, wil ik even kijken naar de wensen van de mensen. Oké, dorst en toilet is best wel, nou niet echt ernstig, maar het kan beter. Even kijken naar, wauw, heel veel mensen gaan naar informatie 1 blijkbaar. Not hungry. Wauw. Heel veel mensen hebben dorst. Dus weet je wat? Ik ga eerst even wat kraampjes maken of camera, want ja, dat is een beetje saai. En dan gaan we aan het zwembad werken. Oké, ik heb een paar kraampjes verplaatst, een beetje verspreid. Ik heb ook wat meer janitors aangenomen, want er is overal afval eigenlijk. En ik heb wat prullenbakken neergezet, zodat dat probleem hopelijk ophoudt. Want mensen gooien alles maar op de grond. Oké, dus laten we beginnen met dit zwembad wat groter maken. Dit gaat echt een rip uit ons lijf kosten. Hoe was die uitdrukking, geloof ik? Hoe werkt het? Ja, kijk, als we hier zwembad doen, dan komt het daar beneden. Dus dit gaat ook echt heel veel geld kosten. Omdat we nu het terrein moeten aanpassen. Ja, dat is echt een van de duurste dingen in het spel. Oh nee, 13,50, zo weinig. Ik dacht dat het, ik heb echt herinneringen dat het echt heel duur was, geloof ik. Nou ja, blijkbaar is het toch niet zo duur. Oké, dus laten we nu een glijbaan bouwen. Een leuke glijbaan. Een spannendere dan deze. Schappig hoe dat niet laat. Als je een klein beetje ver weg bent. We laten de tijd gewoon doorgaan. Weet je wat? Anders beginnen we hier beneden. Ik weet niet of we dat bij die anderen hebben gedaan, maar dat is denk ik wel handig. Kan ik? Als ik zo doe, dan is er iets meer ruimte. Ja, maar je hebt een grote snelheid, dus je hebt veel ruimte nodig om in het water te kunnen gaan. Ik hoop dat dit genoeg is. Ligt er natuurlijk ook aan hoe snel die gaat. Dus laten we bouwen. En we kunnen hem meteen laten testen als we straks een perron hebben. Het terrein gaat hier omhoog en ik ga met het terrein mee. Dus dit zou moeten werken. Nee, niet helemaal. Nu hebben we weer zo'n lelijke plek. Ik hoop dat we dat nog makkelijk en goedkoop kunnen oplossen, want dat zou echt vervelend zijn. Oké. Maar het is wel leuk als het zeg maar een beetje die berg op gaat, misschien. En we moeten het ook nog een leuke kleur geven. Dat we duidelijk verschil kunnen zien tussen de twee attracties. Dat lijkt me wel handig. Je kan ook gewoon een spiraal maken. Dus. Zo. En dan moeten we wel omhoog gaan. Oké. Oké, en dan doe ik even zo'n bocht. Want ja, hij heeft waarschijnlijk nog niet zo'n grote snelheid dat de bocht echt helemaal schuin moet gaan zoals daar. Maar we kunnen nog wel wat hoger, denk ik.
Ja, ik had dus best weinig personeel in mijn park. Even kijken, ik had nog een mechanicien ook aangenomen. 4 vind ik wel een beetje weinig. We hebben best veel geld. Eigenlijk, hoe zit het met ons geld? Ja, we verdienen zeg maar heel erg verspreid geld. Soms heb je dat je echt alleen maar door ride tickets krijgt. En kijk, het is ook iets minder geworden. Dat is jammer. Ja, een lot of peace are thirsty, dat weet ik. Dat is een beetje jammer. Heb ik al. Is het al iets verbeterd? Ja. Ja, en kijk, heel veel zijn ook niet dorstig. En ze zijn allemaal niet hongerig, zo ongeveer. Too much litter. Oké, dus ja, ik denk dat ik wel wat meer janitors zou moeten aannemen. Oké, ik denk dat ik hem nu af ga maken, de glijbaan. Dus ik ga nog een beetje hoger. En dat is hem dan. Oké, die is gefixt, dat is goed. Laten we even testen om te zien hoe het eruit ziet. Dat hij niet te snel of te langzaam gaat. Ik hoop dat dit veel mensen naar het zwembad toe haalt. Want ja, dan halen we dat doel ook weer. Ja, gaat niet te langzaam, denk ik. Dus dat verbind ik nog even met het hoofdzwembad, zeg maar. Ja, ik denk dat dit wel een redelijke achtbaan is. Oké, ik heb een pad naar de glijbaan gemaakt. De ratings zijn niet geweldig. Ik hoop dat het goed genoeg is om wat mensen in het zwembad te krijgen. Er zijn nog niet echt mensen bijgekomen. Helemaal niet zelfs. Dat is wel echt jammer. Ja, deze ratings zijn nog lager. Ja, het gaat niet echt geweldig met het zwembad. Ja, hier was het ook een beetje moeilijk om het pad zo te krijgen. Maar het is uiteindelijk toch wel gelukt. Ja, hoe zit het? Waarom gaan mensen niet in het zwembad? Is het te duur? Want ja, niemand klaagt over dat het te duur is, maar het zou misschien helpen. Parinspecteur gaat erin. Ja, 2 euro. Nou, het maakt niet echt veel uit hoeveel geld ik aan het zwembad verdien. Want ik verdien aan deze andere attracties wel wat geld. Denk ik. En hoop ik. Oh. 15 mensen maar. Oh, er komen een paar nieuwe mensen. Lijkt het. Nou, het gaat in ieder geval nog wel even duren voordat hier 100 mensen in zijn. Misschien moeten we ook gewoon meer baden bouwen. Of ik weet wat misschien helpt. Jacuzzi's. En van die lichtstoelen en zo. Ik weet niet of dat echt gaat helpen, maar ja, we kunnen het natuurlijk proberen. Zo, eentje zonder. En eentje met. Ik weet ook niet eigenlijk. Ik weet eigenlijk ook niet of dat uitmaakt. Er komen echt maar heel weinig mensen in het zwembad en ik weet niet zeker waarom. Misschien hebben we niet genoeg leuke dingen. Dus ik dacht, misschien helpt een duikplank. Ja. De glijbaan heeft dus ook niet echt geholpen. Maar wat ik wel ga doen straks, als ik deze dingetjes kan plaatsen, deze trapjes. Ik ga even in de glijbaan. Want dat willen jullie altijd. En oké, daar gaan we. Dat is toevallig een persoon die net naar beneden ging. Dus ja, aan het begin best wat langzaam. En dan in die spiraal iets sneller. En dan gaan we naar beneden. Dus. In het echt zou het echt gevaarlijke glijbaan zijn. Ik denk dat je er hier in die bocht in het echt wel uit zou vliegen. Maar ja, in Rollercoaster Tycoon maakt het niks uit. Dan gebeurt dat niet. Geloof ik. Er gaan nog een paar mensen in, ook een parkinspecteur in die oude glijbaan, maar ik denk dat de meesten in die nieuwe gaan. En kijk, de mensen stromen binnen. Lijkt het. Hoop ik. Ik weet niet of het ermee te maken heeft hoeveel van die hokjes je hebt. Misschien wel, laat ik dat anders even proberen. Dus ja, ik haal deze weg, want we hebben wel genoeg eten. En dan plaats ik nog zo'n kleedkamer. En die open ik dan ook. Ja.
Dus het zou kunnen dat het niet uitmaakt, maar voor de zekerheid heb ik dit ook op powerful, ja. Animal Keeper 5 is thinking about quitting. Ja, weet eigenlijk niet wat je daaraan zou kunnen doen. Ze willen gewoon vaak ontslag nemen en zo. Laten we kijken of er nog steeds zoveel mensen zijn. Even mensen weer aanzetten. Ja. Ze vinden de olifanten echt heel interessant. Even kijken. Ja, we maken ook best veel. Nou, hebben we al. Hoe duur zijn olifanten eigenlijk? Zijn ze duur? Ja, ze zijn wel duur. Dus nee, we hebben nog echt geen winst gemaakt. Hoe kan het dat de baby-olifant duurder is? Dat is echt raar. Ja, die is 640 en die andere is 480. Dat snap ik niet. Wauw, het zwembad zit nu echt veel voller. 86 mensen. Zou het dan toch komen door die duikplank? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat het wel door die glijbaan komt, maar dat het gewoon even duurde voordat er mensen echt op afkwamen. Dus. Oh, maar ik ben wel tevreden dat het nu gewoon. Dat we nu gewoon dat doel halen en dat we dan weer naar het volgende kunnen. Dat is weer een hele vooruitgang. Het ziet er wel leuk uit. Yes! Oké, we hebben het gehaald. Nu zijn er dus 100 mensen. Oké, Tycoon. Maximum loan has been increased. En. Oh, we hebben nul loon. Lening. Maar als ze straks een grote achtbaan gaan bouwen, wat ik wel wil doen, misschien hier in de volgende episode, hebben we waarschijnlijk wel lening nodig. Laten we even kijken wat die doelen zijn. Oké, 600 mensen in het park. Oké, hebben we. Maar we moeten 4 maanden volhouden. 150 mensen in het poolcomplex. Kunnen we dat? 130? Misschien halen we dat straks al. Parkrating 650. Hier, ja, 829. Maar dat moeten we ook 4 maanden hebben. Dus hopelijk gaat dat lukken. Dus ja, ik wil wel graag een keer hier een grote achtbaan bouwen. Want we hebben de Boomstamrivier gebouwd. Maar ja, dat is niet echt een achtbaan. En er zijn niet al te veel mensen in. Nee, dit is. Het maakt een beetje. Nee, het maakt ook niet echt winst. Dus misschien moeten we dit helaas weghalen. En dan een achtbaan voor in de plaats bouwen. Want dat vinden mensen wel interessanter. Dus dat is dan een beetje jammer. Want kijk, hier maken we echt geen winst mee. We hebben wel een beetje winst, maar echt. Oh, het is net veranderd. Dus ja, het is maar een heel klein beetje winst. Het kan veel beter, weet je. Bijvoorbeeld, heeft dit. Nee, hier komen ook maar heel weinig mensen in. Maar hier zie ik een wachtrij. Ja, dit maakt wel wat winst. Maar ik snap niet waarom mensen hier niet meer zo ingaan. Is het te duur? I'm not paying that much. Oké. Lagere prijs. Het maakt niet zoveel uit. We hebben toch een lening. En meteen gaat er iemand in. Oké, mooi zo. Dus ja, ik wil meer achtbanen. En deze moet misschien gaan. Helaas. 3 euro, dat is ook wel een beetje duur. Maar ja, dat is alles voor nu. Hebben we 150? Yes, 171. Dus we hebben het eerste doel van Tycoon nog gehaald. Oké, dus in de volgende episode bouwen we hier een achtbaan. Of we vervangen de Boomstamrivier door een achtbaan. Dus ja, tot de volgende episode.